Freedom of speech and expression, freedom to worship, freedom from want, freedom from fear. Freedom from fear, freedom from want, freedom of speech and expression, freedom to worship, freedom, liberty, freedom, liberty, freedom. Freedom from fear. Wij gaan het hebben over die vrijwaring van angst. 1713, 300 jaar geleden. Toen hebben anderhalf jaar lang in deze zaal, althans op de plaats van deze zaal, Europese diplomaten onderhandeld over vrede. Om hun angsten te overwinnen, zou ik kunnen zeggen. Wat u ziet is de uitbeelding van de freedom of fear. Het idee dat je je kinderen naar bed kunt brengen. Dat je ze kunt toestoppen en dat ze rustig en vredig in slaap kunnen vallen. In de natuurlijke verwachting, zo vanzelfsprekend, dat ze de volgende ochtend wakker worden in een land waar ze in vrede kunnen leven. En als het schilderij ergens voor staat, voor mij persoonlijk, dan is het wel voor wat er nu gebeurt in Syrië. Het overkomt me wel vaker dat ik op klaarlichte dag op de bank zomaar even in slaap val, maar deze keer was heel bijzonder. Versuft werd ik wakker en greep naar mijn hoofd. De wereld was in één middag dutje compleet veranderd. Wat was er gebeurd tussen 1998, toen ik 23 jaar oud was, en vandaag? Om te begrijpen hoe het in 2013 was, las ik snel de teletekstpagina door. Het duizelde me. 2013 was geen leuk jaar om in wakker te worden. Natuurlijk was ik bang. Maar ik voelde ook het verzet. Dit was wat angst met je deed. Het maakte je alert. En op een bepaalde manier onoverwinnelijk. Het maakte je blind. Ik zou angst met angst bestrijden. En ik raakte er al bespiegelend van overtuigd dat ik ook bespioneerd werd. En voordat ik het wist, stond ik in de keuken mijn eigen geld te verbranden. Ze wilden oorlog, ze kregen er een. Het stond me nu anders te doen dan van het laatste beetje vrijheid dat ik had te genieten. Voordat de strijd op leven en dood zou losbarsten. Met de laatste blik op het mes viel ik in slaap, niet wetend waar de droom me zou voeren. Niet bang zijn, niet bang zijn. Zelfs onder water gaat het leven door. Alleen niet voor ons. Een detail dat je maar beter kan vergeten. Nee, dan het grotere en diepere dat ons omringen wil bij het eeuwige geworstel op het droge. Dat zou wel eens de troost van het hoge kunnen zijn. De grond is hard, de lucht is scherp, maar zacht zijn de momenten dat je om het kolderieke lachen moet. Een glimlach, meer zit er niet in. Er is een einde, er is een begin. Niet bang zijn, niet bang zijn. Stel het bang zijn uit en op het moment dat je bang zou moeten zijn, sluit het water zich onherroepelijk om je heen en overal begint weer leven. Kolderiek, lach maar. Je zit er middenin. Ik ben niet pessimistisch, ik ben juist heel erg optimistisch. Als er in Vietnam iets raars gebeurde, ging je met 100.000 de straat op in Nederland. En als er nu zoiets gebeurt, wat iedereen kan checken wat in de krant staat, gaat niemand de straat op. Het was denk ik omdat het ook veel zichtbaarder was. En dat is het nu veel minder. Waar zijn al die jonge mensen? Ik denk wel dat mensen voor iets in actie nog willen. Ik voelde mij een beetje aangevallen door mijn buurman. Ik merk heel erg dat er allemaal mensen om mij heen zijn die daar heel erg mee bezig zijn. Niet zozeer om de wereld te veranderen, maar om gewoon dingen beter te maken. Buitenlanders of die asielzoekers of die illegale. Je kunt misschien iemand helpen dat die dingen waar meneer bang voor is, dat die persoon daar niet meer bang voor is. Volgens mij als één persoon heel snel denkt van ja, wat kan ik daar nou aan doen? En aan de andere kant ook heel blij ben dat het met jou wel goed gaat. Ja, god, wat kan je inderdaad in je eentje. Op een gegeven moment zijn we moeder Lieke, je moet nou ophouden daarmee. Je moet het gewoon dicht bij jezelf zoeken. Dus nou ja, je probeert wel je dingen te doen. En ik heb één keer een gedicht geschreven waarvan ik dacht, nou, nu gaat er wat veranderen. En uiteindelijk heb ik daar één sms'je over gekregen. Freedom from want.
Wij gaan het hebben over de vrijwaring van gebrek. Ik dacht zelf ook nog even aan Utrecht zelf. We zijn een rijke, royale, gezonde, fitte, goed opgeleide, nou ja, noem het allemaal maar op, gemeente, gemiddeld genomen. Maar ook hier maken meer dan 500 gezinnen gebruik van de voedselbanken. De drie P's van mijn lezing: pauperisme, proletariaat, precariaat. Wat de grootste bron van welvaart voor dit land leek te worden, namelijk die mogelijkheid van nieuwe nijverheid dus, dat wordt door de schandelijke hebzucht van een klein aantal mensen verkeerd in een vloek. Hoe rijker een natie is, stelt hij, des te meer zich het aantal vermenigvuldigt van degenen die een beroep moeten doen op de publieke liefdadigheid. Het zullen zijn tijdgenoten Karl Marx en Friedrich Engels zijn die de nieuwe maatschappelijke weg die Tocqueville zocht zullen wijzen. Wat mij belangrijk lijkt is dat door hun ideeën de versnipperde proletariërs tot een gezamenlijke strijd kwamen. Roosevelt's belofte van de vrijheid van gebrek is ondenkbaar zonder de lange strijd van het proletariaat. Analoog aan de oproep van Marx en Engels zou ik willen betogen dat de precariërs van alle landen en etniciteiten zich dienen te verenigen in een maatschappelijke strijd. Een maatschappelijke strijd, en dat is denk ik heel belangrijk, die niet alleen de gevolgen, maar allereerst de oorzaken van de economische crisis wil aanpakken. Alleen langs deze weg kunnen we zicht blijven houden op een open toekomst waarin de vrijheid van gebrek voor ons allemaal verzekerd is. Het sociale isolement. Met je buren is een gebrek. Met je collega's is een gebrek. Met je vrienden is een gebrek. Met de vrijheid is een gebrek. Met de stilte is een gebrek. Met jezelf is een gebrek. Nederland, jouw gebrek is een alarm voor het bewustzijn. Jammer genoeg zullen de gebreken altijd blijven bestaan. Maar ik hoop dat je vrijheid van gebrek voor mensen in werkelijkheid toepast en niet in je droom. Mijn eigen gebreken zal ik in een andere versie vertellen. Bedankt. De vrije meningsuiting, dat kun je niet een beetje hebben of maar half. Ik kan niet zeggen dat absoluut alles gezegd kan worden en geroepen. Ik denk dus dat er een grotere analyse nodig is. Dan kun je beweging krijgen en dan kunnen mensen zich ook verenigen en kunnen dingen veranderen. Bij Occupy heeft het er even op geleken. Als je kijkt naar onzekerheid onder ouderen, Krol mobiliseert dat, die onzekerheid. Dat er steeds vaker een burn-out voorkomt onder jongvolwassenen. Wil je ergens gaan wonen, krijg je geen hypotheek, omdat je geen vaste baan hebt. Een licht cultuurpessimistisch verhaal. Ja, ik zie die spanning. Ik ben nog niet zo pessimistisch hoor. Ik dacht van, hey, er is zoveel aan de gang eigenlijk. Dat moet op een gegeven moment opgepikt worden via druk door de politiek. Het is natuurlijk waar politici komen in beweging als er maatschappelijke druk ontstaat. We kunnen rustig zeggen dat een aantal van die vormen niks met een gelijk marktmechanisme te maken hebben, maar simpel roof zijn. Toen riepen dus de bankiers daar, ja, maar is toch al logisch? De god van de handel en de god van de roof is Mercurius. Dat gaat samen altijd. Ach, ik zal mijn lichaam aan een fabriek of een kantoor verhuren en blijf optimistisch dat ik ooit zal worden ontslagen. Freedom of speech and expression. Dit thema is niet toevallig gekozen, maar geïnspireerd op de viering van de bevrijding die hier ook in Utrecht plaatsvindt. Dit jaar is ook het jaar waarin in Utrecht gevierd wordt dat 300 jaar geleden de vrede van Utrecht werd getekend. Een wereldomspannend vredesverdrag dat gezien wordt als een keerpunt in de geschiedenis. Meteen heette ik op de website van NRC Handelsblad een Joodse journalist. Zo werkt het trouwens ook met moslims of zwarten of homo's of gehandicapten of iedereen met één of meer eigenschappen die zogenaamd van de norm afwijkt. Een jongen nummer 1, lachend nu. Wat mij betreft kon ik best wel alle Joden meteen afslachten. Derde jongen mengt zich in het gesprek. Dat is toch vrijheid van meningsuiting? Ja, zegt de eerste jongen dankbaar. Het is vrijheid van meningsuiting. Met de onmiskenbare boodschap. In dit land staat de overheid te alle tijden vierkant achter die mensen die worden geïntimideerd om hun ideeën. Wanneer vrijheid voor iets walgelijks wordt gebruikt, dan is de verleiding heel sterk om de ruimte daarvoor te verkleinen. Maar er is iets anders nodig. Die ruimte die moeten we groot houden. En de strijd speelt zich vervolgens binnen die ruimte af. Omdat we onszelf niet meer kunnen afleiden met de veel te vaak gevoerde discussie over de vraag: mag je iets nou zeggen? Iets wat
te zelden wordt besproken, namelijk wat wordt er eigenlijk gezegd? Ik wil niet leven in een land waar organisaties worden verboden omdat hun denkbeelden tegen geldende waarden ingaan. Wie bepaalt die waarden dan? Wat valt er straks nog meer bij? Vrijheid van meningsuiting bewijst haar waarde pas bij ideeën die afschrikwekkend zijn, die impopulair zijn. Als één ding de machteloosheid van het gezag kan illustreren, dan is het wel de vervolging van jongeren alleen maar omdat ze deze mening hebben geuit. En niet alleen de machteloosheid van het gezag, maar ook het onvermogen van een samenleving om te weerspreken en te onderwijzen en op te voeden. De mogelijkheid te zijn wie je bent, te zeggen wat je vindt en je te uiten zoals je wilt. Ik neem de vrijheid om te spreken van mezelf. Bijvoorbeeld over hoe ik laatst een vriend ten grave droeg. Ik hou u in mijn werk nog even vast. Misschien streel ik uw dode huid. Misschien buit ik mijn vrijheid om het met u eens te zijn, zorgvuldig en respectvol uit. Ik vertel verhalen over heldendaden die u ongeveer beging. Uw graf is, als bij Horatius, duurzamer dan brons, grootser dan de koninklijke piramide. U ligt daar goed. U heeft de vrijheid om daar tot het einde van mijn tijd, elegant geformuleerd, te liggen. De reflex daarin kan heel erg zijn van nou, nu zijn we met zoveel verschillende groepen. Nu kan echt maar beter iedereen zijn mond houden. Ik zou niet kunnen bedenken hoe je dit nou praktisch op kunt lossen. Je mag zeggen inderdaad wat je wil, maar wij doen dat hier niet zo. Aanzitten tot haat ligt heel nauw tegen aanzitten tot geweld. Wat is haat en wanneer zet je daartoe aan? Wat kunnen we daar dan mee? Want ik heb niet het idee dat ze echt in gesprek willen. Het is om te stoppen met gekwetst en beledigd zijn. Ook de mensen zijn van die zich uitgesloten voelen in de samenleving. Als jouw respons zich beperkt tot gejengel, dat sluit mij uit. Het kwetst wel. Iemand zei, hoor, niemand heeft het recht om niet gekwetst te worden. Juist dit soort mensen moeten een podium krijgen omdat het ons leert na te denken over hoe weten we wat we weten. Beste Gustaaf, een betere wereld is mogelijk. Veel geluk en succes. Freedom to worship. The freedom of every man to worship God in his own way, everywhere in the world. Religie speelt zich af in je hoofd en gelukkig kan er nog niemand anders in je hoofd kijken dan jijzelf. Dus wat je daar doet, dat is helemaal je eigen ding. Maar tegelijkertijd is in de praktijk natuurlijk de vrijheid van religie, of de uiting van de vrijheid van je religie, en dat is vast wat Roosevelt bedoelde, misschien wel de meest omstreden en van de meest bestreden vrijheid in de wereldgeschiedenis. Die zeiden van nou, wat geloof jij? En ik zei van nou, ik geloof eigenlijk niet. En dat ze zoiets hadden van ja, maar waarom leef je dan? Het leek bijna iets uit een andere tijd. Dat was het moment dat de gewetensvrijheid voor het eerst in Nederland werd vastgelegd. Nou, de echte bescherming van die godsdienstvrijheid werd uitgewerkt in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Openbare veiligheid, bescherming openbare orde, gezondheid, goede zeden. Dat zijn de enige gronden waarop de godsdienstvrijheid beperkt mag worden. Er was een leerling van wie alleen de moeder bekeerd was tot het jodendom. Die werd geweigerd. Mocht dat nou? Ja, dat mocht. Want bijzondere scholen mogen hun eigen religieuze identiteit bewaken. De zondagsluiting van winkels staat onder druk. Ritueel slachten wordt steeds meer aan regels gebonden. Zei een senator dat de meeste Nederlanders zich tegenwoordig beter in kunnen leven in het gevoelsleven van een kip dan van een gelovige. En ik vind dit eigenlijk best wel zorgelijk. Kamerlid Van Dam haalde in zijn reactie George Orwell aan en zei van ja, luister, if liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. Het koesteren van de godsdienstvrijheid, zoals het Europese Hof het ook ziet, is eigenlijk het koesteren van pluralisme. Maar in de dode hoek van onze gedachten lag iets. We tilden het op en ontdeden het van zijn vlies. Het was teer nog, maar het ademde. Het begreep hoe we spartelden, zag wat het inhield om een gemengd ras te zijn, van schaamte en skelet. En beknielden, niet meer voor de stok
maar voor elkaar. Laat onze handen maar neer op de grond. De vingers zullen zich spreiden in een majeur akkoord. Op onze polsen zitten geen littekens. Als je zelf ongemengd wil ballroom dansen, dan staat je in Nederland vrij om een ongemengde dansvereniging op te richten. Maar als je dat wel wil, ja, dan heb je een democratische grondrecht waar vrouwen en mannen gelijk zijn. Een bijl aan de wortel van de democratie, als wij aan politieke verenigingen gaan opleggen welke uitgangspunten zij wel of niet mogen vertegenwoordigen. Kunnen we in godsnaam tolerant voor de godsnaam wel dan weer. En als de SGP een moslimpartij was geweest, dan denk ik dat heel Nederland over zich heen was gevallen. Ik ben zelf moslim en ik moet eerlijk zeggen, dat deed heel erg wat pijn. Je kan gekwetst worden. Je moet daar naar kijken. Je denkt, oké, het slaat nergens op en je gaat weer verder. Mensenrechten zijn er voor de minderheid. En wat we dus nu krijgen is eigenlijk van dat de meerderheid dan toch wel beslist. Waar zijn ze dan voor als we elkaar niet proberen te snappen? Ik denk dat het belangrijk is om elkaar gewoon als individu te zien. Want jij zegt eigenlijk ook over de samenleving is islamofoob. Maar toevallig ben ik dat dan weer niet. Koesteren van diversiteit, dat vind ik heel belangrijk om de opkomst van één dominante norm tegen te gaan. Liberty. 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 Liberty.